Onze vrijheid ligt onder vuur. Gisteren was het Parijs. De afgelopen jaren zagen we aanslagen in Amsterdam, New York, Madrid, Londen, Mumbai, Ottawa, Sydney en Brussel. Het houdt maar niet op. Dit is niet het einde van de ellende, maar hooguit het begin. Onze elites hebben een levensgroot probleem binnengehaald. En nu zien we wat dat betekent voor onze veiligheid, voor onszelf, voor onze kinderen. Wie van onze leiders durft nog in de spiegel te kijken? Na iedere aanslag huilen ze krokodillentranen en gaan over tot de orde van de dag. Steeds kijken onze elites laf weg. Ze weigeren te zien wat ze zelf hebben aangericht. Maar niemand kan nog de waarheid ontkennen. Het is de islam die telkens weer de moordenaars inspireert. Het is Mohammed. Het is de Koran. Dat is het probleem en niets anders. Ik heb het natuurlijk niet over alle moslims. Ik heb het over de gewelddadige ideologie die de hele wereld wil onderwerpen aan de sharia. Die onze vrijheid wil vernietigen. De Partij voor de Vrijheid waarschuwt al 10 jaar voor de islam. 10 jaar lang is er door het kabinet nauwelijks iets gebeurd. En de tijd van wegkijken, die is nu voorbij. Alleen harde, keiharde maatregelen kunnen verder bloedvergieten voorkomen. We moeten ons land de-islamiseren. Alle immigratie uit islamitische landen moet stoppen. Jihadisten het land uit en nooit meer terug. De grenzen moeten dicht. We moeten zelf onze grenzen weer gaan controleren en uit Schengen stappen. En ook het leger moet worden ingezet om onze stations, straten, winkelcentra te beschermen. Harde maatregelen. Genoeg is genoeg. Vrienden, vandaag is een dag van rouw om de slachtoffers van de islam. Maar het is ook een dag om eindelijk te beginnen aan onze bevrijding. Morgen moet een dag zijn die beter is dan vandaag. Een dag met minder islam. Een dag van herwonnen vrijheid.